Hoeveel mensen moeten het vaccin nemen om de pandemie te stoppen? Eerst dachten wetenschappers dat wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd is, we groepsimmuniteit zouden bereiken. Er zijn dan zoveel mensen immuun dat het virus zich niet makkelijk meer kan verspreiden en langzaam zal verdwijnen. Maar die groepsimmuniteit hangt erg af van de besmettelijkheid van het virus. Als het virus besmettelijker wordt, zoals de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, dan kan één persoon meer mensen infecteren. We moeten dan meer mensen vaccineren om iedereen te beschermen en de pandemie te stoppen. We denken nu dat we bij zo'n 70% groepsimmuniteit bereiken. Dit kan dus hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Wat vooral heel belangrijk is, is dat we zorgen dat we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren. Hoe langer we wachten, hoe meer tijd het virus heeft om zichzelf te kopiëren en te veranderen. Dat maakt de kans ook groter dat er gevaarlijke varianten in de rest van de wereld ontstaan. Als we te lang wachten en te veel mensen zich niet laten vaccineren, bestaat er een kans dat er varianten ontstaan waar de huidige vaccinaties uiteindelijk niet meer tegen werken. Dat moeten we dus voor zijn. Voor het stoppen van de pandemie geldt in elk geval: hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter.